Vrijdag 23 juli 2010, de overhandiging van de 12e presentatiegids van VSCO heeft zojuist geschied. Je hebt hem overhandigd aan de wethouder van sport van de gemeente Oldebroek, Gert-Jan Veldhoen. Voor mij staat Colin Pelleboer van het PGC, de presentatiegidscommissie. Een zware taak om deze functie te bezitten, Colin? Ja, een zware taak, maar gelukkig hoef ik het niet alleen te doen. We hebben een commissie die dit jaar enorm hard gewerkt heeft. We zijn begin dit jaar begonnen. We hebben een goede voorbereiding gehad. En we hebben ook weer vers bloed in de presentatiegidscommissie gekregen. Met nieuwe ideeën, nieuwe elementen in de presentatiegids. Dus we hebben het gezamenlijk met de hele commissie weer een mooi resultaat neergezet. En moet ik bij zeggen, we hadden natuurlijk de lat dit jaar hoog liggen. Vorig jaar uitgeroepen tot de beste presentatiegids van Nederland. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar zorgt er wel voor dat alle ogen op je gericht zijn. En dat er weer wat van je verwacht wordt. Dus bij deze hoop ik dat het weer gelukt is. Je hebt al, je gaf het even aan, nieuwe ideeën. Kun je een paar van die ideeën noemen die in de presentatiegids verwerkt zijn? Ja, we hebben dit jaar iets meer aan de jeugd, maar ook aan de senioren besteed. Het historische item is natuurlijk ook altijd mooi om te zien. We hebben een item gepakt van 25 jaar geleden. Dit jaar is er ook een uniek item, 100% VCO-baby's. Twee zijn ervan, waarvan zowel de man als de vrouw lid zijn van VCO en voetballen ook. Dus de 100% VCO-baby's is ook een leuk item om te lezen voor de lezer. Hoe kom ik in het bezit van een gids? De gidsen worden verspreid, huis aan huis, 7500. Dat wordt gedaan door de leden. Dus ze zijn op dit moment hartstikke druk met het verspreiden van de gidsen. En dat doen we dus huis aan huis. Gemeente Oldebroek, een gedeelte Elburg, Oostendorp natuurlijk. Wat eigenlijk een beetje bij Oosterwolde hoort. En daar worden ze huis aan huis verspreid. En als de mensen hem niet ontvangen, dan kunnen ze hem bij VCO ophalen. En dan krijgen ze een exemplaar. In de presentatie staat te lezen van alles over het 50-jarig jubileum van VCO. Kun je wat noemen? Ja, we gaan. Er worden heel veel activiteiten georganiseerd. Het komend seizoen wordt een enorm leuk activiteitenjaar. Met veel feestelijke activiteiten. Wordt geprobeerd om tegen een eredivisieclub te spelen. Ik weet dat dat allemaal nog volle gang is, dus ik kan nog niet helemaal concreet daarover zijn. De jubileumcommissie is daar druk mee bezig. Er worden heel veel leuke activiteiten georganiseerd. Dus voor VCO wordt het een mooi jaar. Naast al die derbies wordt het ook heel veel, wordt ook een feestelijk jaar. Ja. Voor het vervaardigen van een presentatiegids heb je natuurlijk heel veel tijd en gelukkig in jouw omstandigheden ook wel hulp nodig. Kun je een indicatie aangeven hoeveel tijd en wie dit jou daarbij helpt om een presentatiegids te vervaardigen? Nou, samen met de presentatiegidscommissie beginnen we in januari daarmee. Een team voor commercieel die zorgen voor de advertenties. En een team voor redactionele stukken. Dus daar zijn we zo'n 5 maanden mee bezig geweest. En hoeveel hulp heb je daarbij? Wie help je onder andere? Nou, daar hebben we een groot team. Te veel namen om dingen op dit moment even op te noemen en zo uit mijn hoofd te doen. Maar een team van 8 zijn we. En we, nou goed, we werken er hard aan. En iedereen heeft zijn duidelijke taak eigenlijk. Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van 4 ervaren coryfeeën. Ik moet ook zeggen dat die ervoor gezorgd hebben dat de presentatiegids op een hoog niveau gekomen is. En dat we daar gelukkig mee verder mogen. Voor mij is dit jaar het eerste keer dat ik voorzitter ben. Dus wij mochten het werk afmaken als het ware. Dus we hebben het met een goed team samen mogen samenstellen. Beetje een gewetensvraag volgt nu, want als jij eens een andere presentatiegids van een andere voetbalclub bekijkt, waar let je dan op? Ik kijk in eerste instantie naar vormgeving. Ja. Ik vind, heel veel buurtverenigingen die ook de presentatiegids maken, zien er ook allemaal goed uit. Ik vind vormgeving erg belangrijk. Nou goed, textueel, redactioneel natuurlijk. Het is ook altijd een hele grote taak om alles redactioneel goed voor elkaar te hebben. Om alle spelfouten eruit te halen. Dat is misschien nog het meeste werk. We hebben uren boven gezeten om de spelfouten eruit te halen. Nou, ongetwijfeld zullen er nog een paar spelfouten in zitten. Maar we gaan zoeken. Ja, ja, daar gaat het meeste werk in zitten. Ja. Als je een tip mag geven aan een van de buurtverenigingen van de gemeente Oldebroek, wat zou je dan als tip willen meegeven met het bekijken van dit filmpje? Ja, op tijd beginnen, een goede voorbereiding, goed in kaart brengen. Wat wil je in beeld brengen in je presentatiegids? Welke items wil je erin in verwerken? En daar gewoon een goede taakverdeling van redacteuren, maar ook commercieel zorgen dat de mensen de juiste dingen doen. Ook commercieel gezien met advertenties binnenhalen, noem maar op. Dus het is, een goede voorbereiding is erg belangrijk. Met deze tip bedank ik je voor je tijd. Dankjewel. Colin Pelleboer. Graag gedaan. Succes.